I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why? Hey, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag 22 juni. Het is al 4:30 's middags. Want ik ben eigenlijk de hele dag bezig geweest met editen. Dus ik begin nu pas met filmen. Ik heb deze week echt een mega leuke week. Ik ga zo meteen naar Rachel. Misschien kennen jullie er wel. Ze heeft ook een YouTube kanaal. Ik was laatst met haar naar het strand. Rachel John heet ze. Of heet haar YouTube kanaal. Ze heet Rachel. Daar ga ik zo meteen heen. En dan gaan we even chillen bij haar. Ze woont in Lelystad. Het is ongeveer 50 minuten rijden van mij. Dus ik ga er zo meteen met de auto heen. Maar ik ging even foto's maken. Vandaar dat ik me ook even heb opgemaakt. Want ik dacht dat is wel een keertje leuk voor de foto. We gaan ook een Airbnb boeken voor Milaan. Want in juli, volgens mij 10 juli of zo, gaan we samen naar Milaan. Een weekendje. Het was echt mega spontaan dat we dat bedacht hadden. Maar echt heel erg leuk. Gaan we daar leuke dingen doen. En foto's maken. Influencer trip. Want de vliegtickets waren nu echt super goedkoop. En met corona mag het weer. Dus dat is heel erg leuk. En verder ga ik morgen naar vriendinnen in Groningen. En daar ga ik een nachtje slapen. Ik ken die van een ponykamp waar ik altijd heen ging. Vroeger, het Fjordepaard heette dat. En ik ben eigenlijk altijd vriendinnen met hun gebleven. En dat ene meisje die daar woont, die heeft een boot. Dus dan gaan we bij... En die andere meiden wonen daar, zeg maar. Ze wonen er alle drie. En ik ga bij die ene slapen. En die heeft een boot. En dan gaan we met z'n vieren varen. Morgen de hele middag. Ik ga daar 's ochtends al een beetje heen, zodat ik rond 1 uur daar ben. Het is echt 2 uur rijden, dus dat is wel een beetje lang, maar goed. En woensdag gaan we dan huren bij het Fjordepaard. Want daar kan je dus paarden huren en dan kan je zelf gewoon gaan rijden. Dat doen we af en toe. Dus dat is ook heel leuk. Gaan we echt om 10 uur of zo al huren, want het wordt woensdag 29 graden, dacht ik. Dus het is een beetje warm om dan in de middag paard te gaan rijden. Jullie zien het allemaal wel. Ik moet ook niet alles gaan vertellen, want dan is het niet spontaan. Dan is het niet, hoe heet dat? Spannend meer. Spannend. Leuk. Oké, goed verhaal. Ik heb best wel een leuk outfitje aan. Een broek van mijn zusje ook. Deze top is van Shein. Echt mega leuk is die. En deze broek is van Lotte. Ik had zin om deze broek aan te doen. Ik heb deze ook in het donkerblauw, maar die wilde ik niet aan. Want die heb ik al op 2 foto's op Insta aan. Dus ik heb deze aan. En die is van Episode, volgens mij. Van Vintage. Winter's Winkle Episode. Hoi. Rachel en ik. Het is trouwens al later wel net gegeten. We waren uit eten. En we hebben nu een ijsje gehaald. Ijsje. We hebben een ijs. Ijsje. Een ijs. Met 4 bolletjes, toch? Met 4 bolletjes. Het waren echt zo van... Ik wil heel graag nog een foto op Instagram met een ijsje. Toen was ik al van, oké, zou ik gewoon 2 bolletjes doen? Toen zag ik ineens zo'n groot horentje. Ja. En toen zei ik van, oké, dan doe ik 3 bolletjes. En toen zei die mensen van, ja, 4 bolletjes zijn eigenlijk veel mooier. Yeah. En toen zei iets van, oké, weet je wat? Dan deel ik wel gewoon. Is nu met 4 bolletjes. En nu moet je even kijken, een leuke plek waar we foto's kunnen maken. Misschien hier. Ja, het is hier niet heel... Oh, je kan hier wel gaan zitten misschien. Ja. Het is hier niet super mooi. We zijn in Lelystad trouwens. Nah. Oh, ben je nu beledigd? Ja, maar het kan wel mooi zijn. Dat ligt echt aan... Maar we zitten wel echt... Ja, als we een beetje van boven doen misschien, oké. Leave me. You can still walk away. What if I told you this love won't be easy? We hebben net even foto's gemaakt op deze brug. Again. Dat we daar stonden. Dat ik daar stond. Kijk. Echt met een mooie zonsondergang en dat we daar zaten. En we hebben ook foto's zelf gemaakt met dezelfde ontspanner. Het was moeilijk, maar ze zijn op zich wel leuk. Misschien hebben jullie die foto wel gezien in de thumbnail. Oké, we gaan nu naar Rachel. Het is 11:30 en Rachel en ik hebben net een Airbnb geboekt voor in Milaan. Ik ga zo naar huis, want ik moet nog een uur rijden. Maar we hebben deze Airbnb geboekt. Het is overbelicht. Ja, deze. Het ziet er wel nice uit. We gaan 10 tot 13 juli. Leuk. Heel leuk. Ik had niet door dat je mij filmde. Ik was even beta. Morgen, het is de volgende dag. Het was gisteren echt vet gezellig met Rachel. En nu ga ik naar Groningen, wat ik vertelde. Het is 2 uur rijden, dus dat is wel even een tijdje. Het is nu 11 uur en ik had rond 1 uur daar afgesproken, dus ik ga zo meteen... Even wat ontbijten en dan onderweg. Ik heb vandaag deze jumpsuit aan. Die is van Naked. Echt heel erg leuk. In mijn vorige vlog had ik die laten zien.
Die had ik gekregen voor een samenwerking. Ik ben bij Danique en ik heb me even omgekleed in mijn bikini. Want we gaan dus varen. Het is 2:30. Het was 2 uur rijden. Echt heel erg lang. Maar ik ben er nu lekker. Ik heb een bikini aan. Ik ga hem wel even laten zien. Met kleine spiegeltjes van Cupsy. Dit topje. En daarbij dit broekje. Very cute. Ja, ik ga even kijken wat we gaan filmen. Maar ik zal sowieso zo meteen wel even op de boot wat filmen. Danique is daar en ik ga samen op de surfplank proberen te staan, dus dat wordt nog wat. Het is 8:30 en Danique en ik hadden net nog even gevaard en Daan gevaard? Is net... Gevaard? Gevaren. Gevaren. Hadden net gevaard, toch? Hadden net gevaren. Nee, gevaren. En Danique is net gebeld dat ze... Geslaagd! Is. Yes! Van de opleiding, dus niet van de middelbare school, maar van de opleiding. MBO 4! Super nice, echt heel chill. Dus nu is Daan zich een beetje aan het opmaken en gaan we even een foto maken buiten bij je vlag met haar schooltas. En net is de winnaar bekend geworden van de winactie. Maar ik vind het wel kut voor de mensen die niet gewonnen hebben. Heel veel DM'en me ook van... Jammer dat degene met de meeste volgers wint. Want iemand met 1800 volgers had gewonnen. Maar het ging niet om volgers. Het was echt gewoon een random trekking. Dus niet dat iemand met meer volgers wint en iemand met minder volgers niet. Maar het was random. Dus ja. Het is 12 uur en we gaan lekker slapen. We hadden net een film gekeken. El Hoyo heette die. Hele gekke film. Ik zal hem niet echt aanraden. Maar we gaan nu slapen, want morgen moeten we om 8 uur op. Want we gaan vroeg paardrijden, omdat het anders te warm wordt. Dus tot morgen. Goedemorgen, het is donderdag. Ik heb gisteren niet gefilmd. We hadden dus die paarden gehuurd. Het was echt heel erg leuk. Ik zal even een clipje inserten, zodat jullie kunnen zien hoe het was. Hoi, ik ben aan het editen en sorry voor de slechte kwaliteit van dit paardenstukje. Het was via WhatsApp verscheurd en opgeslagen, dus de kwaliteit is een beetje slecht, maar het wordt zo meteen weer beter. Joe. Down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why, I'm down. Het was super leuk. We hadden echt vet snelle paarden. Dus ja, yeah, was bij het verde paard. En daarna was ik naar huis gereden. 2 uur rijden en ik was zo moe onderweg. Ik ging even langs de weg staan om te stoppen en koffie te drinken. Dan had ik niet echt zin meer om te filmen of zo. Maar goed, vandaag is het een leuke dag. Ik heb me al een beetje klaargemaakt. Want ik ga naar het strand met Rosa en Luna. We gaan naar Castricum. Volgens mij, ja, naar Castricum. En we hebben even lekkere dingetjes gehaald. Of zij hebben lekkere dingetjes gehaald. En dan haal ik hun op. En dan gaan we daarheen. Dan gaan we lekker een stranddagje doen. Het wordt vandaag echt 30 graden. Dus ik ben benieuwd hoe warm ik het ga krijgen. Want ik hou nooit zo heel erg van een hit op het strand. Maar ja, gewoon vaak de zee in. En dan komt het wel goed. Ik ga even mijn bikini aandoen. Ik weet niet welke ik aan wil doen. En ik denk in ieder geval dat het wel lekker bruin gaat worden vandaag. Ik ben al best wel bruin geworden. Vooral op die boot ook. Ja, wel zin in. En oh ja, ik heb ook nog een pakketje van ASOS binnen. Een nieuwe broek die ik had besteld. Dus die laat ik vanavond even zien. Ik heb deze bikini aan. Die is van Bayou The Label. Deze is zo leuk. Ik ben hier heel erg blij mee. Dus ik denk dat ik het gewoon het jurkje van net eroverheen doe. Even mijn tas inpakken, wat ontbijten en dan onderweg. Hallo, het is inmiddels 7:30. Ik heb echt de hele dag niks gefilmd. We hebben de hele dag op het strand gelegen. Van 12 tot 5 was echt heel warm. Echt bizar. Nu ben ik weer lekker thuis. We hebben net een pastaatje gegeten. En ik ga eventjes onder de buitendouche. Die staat al aan. En dan even lekker in de jacuzzi. Chillen. Het is 7:30. Vince die komt rond 10 uur thuis. En dan gaan we denk ik even een serietje of een filmpje of zo kijken samen. Maar nu ga ik lekker in de jacuzzi. Myself inside the juice, yeah, you know I keep on running from the truth. Ik heb heerlijk een uurtje even in de jacuzzi gezeten, of even een uurtje, best wel lang. Ik ben wel een beetje rood zie ik nu van vandaag hier, moet je even niet opletten, maar best wel een beetje verbrand hier ook misschien wel een beetje. Nou, het is op zich wel bruin.
ben wel bruin geworden, dus dat is leuk. Ik zei dat ik nog die pakketjes ging laten zien. En die van Julia, die is er nog niet. Want die heeft vertraging bij de post. Dus die kan ik niet laten zien. Maar die van Asos wel. Die heb ik namelijk hier. En dat is deze broek. Ik heb hem in een maat 28-34. En dat is voor mij perfect. Dan komt hij precies zo op mijn schoenen. En hij is van Collusion. Volgens mij was hij €30 of zo. Het zijn echt super fijne broeken hebben ze daar. Echt hele mooie. En het is deze. Het is een beetje, ja, een beige kleurtje. Een beetje een zandkleur eigenlijk. Kijk, zo kan je het wel zien. En hij heeft gewoon een straight leg. Hij loopt dus helemaal recht naar beneden. Ik ga hem even aandoen. Hij zit eigenlijk echt perfect volgens mij. Ik kijk nu even in het schermpje van mijn camera. Maar ik vind hem heel mooi zitten. Hij zit ook echt heel erg lekker. Hij is precies zo lang als ik hem wil. Hij is heel goed aangesloten. Ik vind hem ook niet raar zitten bij mijn kruis of zo. Van de achterkant ziet hij er zo uit. Dus deze ga ik wel houden. Ja, echt super nice. Heel blij mee. Kijk eens wie we hier hebben. We want Sweden. Nee, niet zo'n gek stemmetje, Lot. We want Sweden today. Hoi jongens. Hier is Lotte. Hoi jongens, we zijn weer samen. Ja, we hebben elkaar echt lang niet gezien, hè? Nee, want Lisa is alleen maar met vriendinnen. Jij ook. No. Het is nu 9:45. Vince komt zo meteen naar huis. En wat gaat ze doen met Vince, filmkijker? Ja, Vince brengt 4 bakken Ben & Jerry's ijs mee. Oké, doei, we brabbelen alleen maar onzin. Vince. Hey Vince, kijk eens. Een seconde. Ja, Vince is terug met het ijs. Alleen het ijs is gesmolten, dus dat zit nu in de vriezer. Hier is die. Hey. Lang niet in de vlog geweest. Nee, inderdaad. Vertel eens iets. Nou, het leven is goed. Het is mooi weer. En... Je bent een beetje verbrand. Nee, valt me mee. Kom door de zon. Ik heb wel lekker in de zon gezeten vandaag. Ik ben verbrand. Nee, kom door de zon. Verbranden, kom door de zon. Door de zonsondergang. Dat ik heel rood lijk. Ja. Maar ja, gaat goed. Maatje, heb jij een leuke dag gehad? Ja. Lekker geluncht, op het strand gezeten. Ja. Oh ja, nee, je hebt niet avond gegeten op het strand. Nee. Wat heb je avond gegeten? Pasta. Was het lekker? Ja. Ik ga deze vlog afsluiten, want het is weer het einde van de week, hè? Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden. Doe een duimpje omhoog als je het leuk vond. Abonneer op mijn kanaal. Volg me op Instagram en TikTok. /Isaluna. Zie ik jullie weer bij de volgende video. Doei! Just a lonely